De NDP is onder attack en er wordt alles aan gedaan om het regeren onmogelijk te maken. Woorden van de voorzitter van de NDP, tevens president Desiree Bouterse, tijdens een structurenvergadering van de partij afgelopen vrijdag in Auxerre. Dit meldt het kabinet van de president in een persbericht. Bouterse stond ook stil bij de actuele politieke situatie in het land en de protestacties die geleid worden door delen van Ravaksuur en delen van de oppositie. Hij gaf aan kennis te hebben genomen van onder andere de onvrede bij de zogenaamde Strati of Wakamangs. Dat is de reden waarom hij hun had uitgenodigd voor zaterdag 8 april. Op die dag heeft inderdaad een aantal personen, onder wie Cibrano Piquet, zich met een groep aangemeld bij het perscentrum. Piquet is bekend om de protestacties tegen het beleid van de regering. Volgens het kabinet hebben deze ontevreden burgers van de gelegenheid gebruik gemaakt kritiek te leveren op het beleid van de regering. Voorts hebben ze de president gevraagd welke mogelijkheden er zijn voor de Stratimang om te midden van de heersende crisis een bestaan op te bouwen. De president heeft de groep geïnformeerd over enkele projecten die in uitvoering zijn. President Bouterse heeft hen uitgenodigd een bezoek te brengen aan zeker 3 gebieden waar verschillende landbouwprojecten reeds in volle gang zijn. De groep is daarmee akkoord gegaan en de volgende dag vertrok een delegatie met aan het hoofd de president richting Bernardorp, Fedra en Victoria. Tot slot werd de Brokobaka de missie geëvalueerd en er zijn verdere afspraken gemaakt om in contact te blijven over het vervolgtraject.